daarmee komt een einde aan een hele mooie reis die ik bij Ajax heb beleefd. Het is inderdaad de laatste keer dat je het trainingsveld opstapt. De laatste keer dat je de bus instapt. De laatste keer dat je de bespreking doet. Met mensen waarmee je heel intensief en nauw en goed hebt samengewerkt. Dat schiet allemaal door je hoofd. En ja, dat is best moeilijk. Want iets loslaten waarvan je bent gehouden, dat is altijd lastig. Ja, dus dan al een beetje bijgekomen van woensdag en donderdag? Van het feestje? Nou, altijd wanneer wij zijn kampioen, dan is het normaal dat wij hebben een beetje feestje. En voor ons deze is elke jaar. En, het is een beetje een standaard feestje aan het worden, hè? Ja, dan is iets normaal dingen. Het zag er heel gezellig uit, hè? Het kampioensfeest, de dag daarna ook. Was je nog ergens bang dat je dacht, iets te gezellig? Kunnen ze het wel aan tegen Vitesse? Nou, je hebt het gezien. Hè, dat ze wouden zeker een hele goede prestatie wegzetten. Hè, die houding, die zag je op het veld. Ja, want ze konden goed voetballen, maar ik heb het gezien. Ze kunnen ook goed feesten. Gelukkig wel. Hè. We hebben de juiste spelers gekozen. En die spelers moet je hebben. Je moet vechters hebben. Je moet spelers hebben met de emotie. Die het hart op de juiste plaats hebben. En ja, dat heeft deze spelersgroep. En dat is ook waarom ze zo ver zijn gekomen. En dat ook vaak op een hele goede manier doen. Je trainer Ten Hag, die vertrekt. Wat is jouw mooiste herinnering met hem samen? Ja, alles. Elke jaar hij was wij zijn kampioen met hem. En te veel goede momenten samen. Winnen, semifinal Champions League. 4 jaar... eerste plaats kampioen, bekers, ja, te veel goede dingen. En dan was het heel plezier om te werken met hem. Hij is een geweldig trainer, een van de beste ter wereld. En wij missen hem. En ik hoop dat hij doet goed in United. En I'm sure he will do good there. Je gaat natuurlijk ook Amsterdam verlaten. Wij van de AT5 vragen ons wel af, wat is nou de plek in Amsterdam die het meest gaat missen, behalve de Johan Cruijff Arena en de toekomst? Ja, oké. Okay. Ja, dan moet ik zeggen, dat is mijn koffietafel op het Gelderlandplein. He, want de mannen waar ik daar toch wel regelmatig ontmoet heb, die 's ochtends daar iedere dag van de week, behalve het weekend, 's ochtends vroeg om 8 uur, 7:15 koffie drinken. Ja, en dan stonden ze voor je klaar. Nou, ze stonden niet voor mij klaar, maar die waren vooral ook een gezamenlijke band. Of die hebben een gezamenlijke band. En ja, ik mocht erbij aansluiten. En natuurlijk wou ze mij uithoren over alles wat over Ajax ging. Hè? Maar het was altijd heel gezellig. Ja, top. Misschien kan je ze meenemen naar Manchester. Een transfer. Wellicht. En nu krijg je natuurlijk een nieuwe trainer, Alfred Schreuder. Kijk je daar naar uit? Ja, ik denk wat hij altijd zegt voor mij. Erik en Alfred zijn twee beste trainers wat ik heb. En hetzelfde. Geweldig, tactisch, persoonlijkheid, alles. Geweldig en mooi om te werken met hem. Je hebt heel veel speelminuten gemaakt dit seizoen. Heb je zin in vakantie? Nee, het is geen probleem. Jij moet fit altijd zijn en het is geen probleem. Ik heb 4 wedstrijden. In de nationale ploeg, normaal, wij spelen meer wedstrijden, dan is geen probleem. Maar Tadić gaat ook wel op vakantie, toch? Ja, vakantie is altijd mooi, maar wanneer je speelt, jij moet spelen. Jij moet doen alles om te winnen. Top, dankjewel en veel plezier. Ah, dankjewel. En uiteindelijk wordt het 2-2. En in de slotfase, de allerlaatste bal van de competitie van Ajax, die op de lat. Nee. Wat mij betreft had iedereen mogen daar het verhaal helemaal rondgemaakt. Want ja, die winnaarsmentaliteit die zit ingebakken. En ik hoop ook dat ze daarmee verder gaan. En ik verwacht ook dat ze daarmee verder gaan. En voor mij is dit inderdaad. Daarmee komt een einde aan een hele mooie reis. Ik bij Ajax heb beleefd. Ik met mijn spelersgroep, met mijn staf, met mijn directie. Met iedereen bij Ajax heb beleefd. En het was geweldig. Geweldig mooie reis. Die
ja, heel veel heeft opgeleverd. Dus heel veel titels. Maar zeker denk ik ook heel aantrekkelijk voetbal. En het heeft denk ik de identiteit van Ajax bevestigd. En dat geeft een voldaan gevoel. Nou, namens heel Amsterdam heel veel succes. En misschien tot ooit. Dankjewel.